De zon die maakt de afgelopen weken echt overuren en ook de komende dagen staat er veel zonneschijn op het programma. Dit weekende waait er nog wel een koude oostenwind, maar begin volgende week, als de wind afneemt, dan gaan de temperaturen verder omhoog. En hoe april eruit gaat zien, dat gaan we maar eens bekijken aan de hand van de nieuwe 30-daagse weerkaarten. Hoge drukgebieden beïnvloeden op dit moment het weerbeeld in Europa. En als we kijken naar de weerkaart voor aankomend weekend, dan zien we dat er een krachtig hoge drukgebied ligt boven het zuiden van Scandinavië. De gebieden met bewolking en regen, gekoppeld aan de lage drukgebieden, moeten om dat hoge drukgebied heen via Scandinavië naar het oosten bewegen. Maar ook in het zuidelijk deel van Europa, rondom de Middellandse Zee, is het wisselvallig. Bijvoorbeeld in Spanje en Portugal, waar aan de oostkust regelmatig buien vallen. Dat hoge drukgebied blijft voorlopig. Op zijn plaats liggen. Schuift af en toe wat meer naar het oosten. Daardoor zal in de loop van het weekend Vanuit het zuidoosten tijdelijk wat meer bewolking opkomen zetten. Er kan zelfs een enkel buitje vallen. En volgende week dan komt met die zuidoostenwind warmere lucht onze kant op. De wind gaat ook wat in kracht afnemen. Ja, en voorlopig staat er geen regen op het programma. Die regenstoringen trekken allemaal met een wijde boog om dat hoge drukgebied heen. En soms blijven de lage drukgebieden ook heel lang treuselen op de Atlantische Oceaan. En dus is het niet gek dat we voor volgende week vooral luchtdrukafwijkingen in de plus zien in onze omgeving... Over Centraal-Europa en ook wat meer ten noorden van ons land. En onder de invloedssferen van die hoge drukgebieden. is het ook duidelijk wat warmer. Dat zullen we dit weekend nog niet merken. Dan is het overdag, mede door de schrale oostenwind. toch wel wat killetjes af en toe. Zeker als je een beetje in de wind staat en uit de zon. Maar volgende week. Dan valt de wind weg, dan kunnen de nachten misschien wel wat kouder worden. Maar juist overdag heeft die maartzon dan toch al zoveel kracht om de temperatuur flink op te jutten. 16 tot 18 graden staat eruit en dat dus alleen maar met zonneschijn en dus geen regen. De aankomende week lijkt een vrij droge week te worden. Niet alleen in onze omgeving, maar ook in bijvoorbeeld het Alpengebied, Frankrijk, de Britse eilanden... Veel natter daarentegen is het op plekken waar je het minder snel zou verwachten. Maar heel simpel gezegd is het bij ons onder invloed van hoge drukgebieden rustig en droog. Ja, dan zitten de regenwolken ergens anders. Bijvoorbeeld Griekenland maar ook met name de oostkust van Spanje kan de komende dagen af en toe forse buien verwachten. Ja, de regenpluim die ziet er voorlopig erg droog uit. Misschien dat in de nacht van zondag op maandag even wat regen valt in met name het zuiden en westen van Nederland. Maar verder dus voorlopig geen neerslag. Maar kijkend naar de Zien we dat die neerslagkansen in de komende twee weken wel voorzichtig gaan toenemen? En dat zien we dan ook terug op de weerkaarten voor de komende 30 dagen. Tijdens de maandwisseling gaat er het een en ander veranderen. Die hoge drukgebieden gaan zich wat meer verplaatsen, verdwijnen langzaam van de kaart. Misschien juist afwijkingen in de plus wat meer in het zuidoosten van Europa. Lage druk, dit keer wat meer boven Scandinavië. Bij ons zijn de luchtdrukverschillen niet zo heel erg groot. Wat we wel heel duidelijk zien, is dat de temperaturen niet meer zo hoog uitkomen. Temperatuur. Tijdens de maandwisseling is vrij normaal in onze omgeving. En dat betekent gemiddeld overdag een graad of 12 à 13. En die daling van temperatuur zien we ook terug in de temperatuurpluim voor de komende dagen. Want na een weekend waarbij de temperaturen ietsjes achterblijven en het een beetje schraal is door die koude oostenwind, zien we na het weekende de temperaturen oplopen. We komen zelfs in de buurt van de 20 graden uit in Midden-Nederland. Een warme dag verwacht ik nog niet, maar het zal wel heel aangenaam zijn in de loop van volgende week. En dan richting het weekeinde, dan gaan die temperaturen omlaag. Het verschil tussen de dag- en nachtperiode neemt af. Dat komt natuurlijk door meer bewolking en dus ook af en toe wat regen. Nou, kijken we dan naar de derde week van deze 30-daagse weersverwachting. Dan zien we dat de temperaturen weer ietsjes omhoog gaan. Een fractie boven de norm uitkomen voor de maandwissel. Maar het is niet echt overtuigend. En wat betreft de luchtdrukafwijking, juist. In de eerste volle week van april zien we dat de lage drukgebieden op de Atlantische Oceaan weer komen te liggen. En met een wat meer zuidwestenwind zou dat kunnen betekenen dat het weliswaar wisselvallig is, maar in ieder geval niet koud. Ja, en hoe het er daarna uitziet, de vierde week, die laat eigenlijk heel weinig signaal zien. De komende week dus rustig, zonnig en mooi voorjaarsweer. De dagen daarna wordt het geleidelijk aan toch weer wat wisselvalliger. Tot volgende keer.